Het is zo grappig dat ik hier sta, want die hoorden net. Er zijn cabaretiers die hier een try-out voeren. En mijn zoon is er een van, dus vanavond ga ik hem zeggen dat ik ook talent heb. Dus daar beginnen we mee. Nou, u kunt lezen wie ik ben en totaal aantal studenten, we zijn de grootste. Mijn achtergrond, ik heb inderdaad iets met processen te maken en met bedrijfadviseringen. Het doet me denken aan een project die ik had in Finland. Mijn taak was om uit te zoeken hoeveel rapportages ze gebruiken voor beslissingen op alle drie niveaus, strategisch, tactisch, operationeel. En ik kreeg een spreadsheet met 140 documenten. Ik zei, nou, dat doen jullie heel goed. Ik zei, maar als ik het nou terugbreng naar 10, toen mocht ik gelijk vertrekken, zeiden ze, als je dat gaat doen. Uiteindelijk is het 9 geworden. Met 9 documenten kun jij, waarvan 8 gerelateerd aan primaire afdelingen, processen, en de 10e was een rapportagetool. Je zou bijna kunnen zeggen, Speedbooks heeft toen meegedaan. Want uiteindelijk was het 1 A4'tje die de senior manager nodig had om beslissingen te nemen. Dus wil je detail weten, dan pas ga je verder zoeken. Dat is de kracht van rapportages. We hebben ook een samenwerking met de Hogeschool in Suriname. Daar heb ik Speedbooks al doorgegeven, dat wij wat mee gaan doen. Dus ook zij zijn geïnteresseerd. Dan stap ik over en even kijken hoe dat ding werkt. Ja, dit heb ik gevonden op internet. De vorige spreker heeft het ook gedaan, dus ik doe het ook. En ik vond dat woord eenvoudig. En dat is een belangrijk woord, eenvoudig. Die moet u alleen maar onthouden. En de rest wist u al, want dit vind je allemaal prachtig. Dus eenvoud of eenvoudig, komen we straks op terug. Dit is zo'n PowerPoint-presentatie. Ik heb er eentje in elkaar gezet met mindmap. En links heb je de inputkant en rechts de hele output. En daartussen adviezen. Dus links, hoe ben ik erbij gekomen? Wat doen we allemaal? En toen ik met Speedbooks werkte, kwam steeds, en ik hou van dat programma van die man, niet omdat hij zo scheldt, maar Gordon Ramsay, de keukenspecialist. En als ik s'avonds niet kan slapen, zet ik hem aan. Ik vind het prachtig hoe die tekeer gaat. Maar als je goed kijkt, en sommige mensen kijken met andere ogen ernaar, niet die scheldkanonades, want ja, hij heeft ook gebruikt termen die ik niet leuk vind, maar zijn manier van aanpak. Hij heeft een probleem ontdekt bij vele restaurants. Ja, hij komt pas als er problemen zijn. Dan heeft hij over de interne management in de relatiesfeer. Nou, dat begint het meestal met man en vrouw. Ik snap niet dat ze niet goed met elkaar overweg kunnen. Maar dat grof gebek, dat laat ik even aan de kant. Maar de volgende. Wees eenvoudig. Je moet snel zijn, betrouwbaar, verantwoordelijk, klantgericht, communiceren. Best vriendenchef naar Oliver. Nou, ik hoor het al, door de groei van Speedbooks vind ik dat Speedbooks daaraan voldoet. Dus er is een relatie. Wat doet HVA? Toen ik SPD deed in de jaren 84, 85, had ik een boek in handen, die vergeet ik nooit meer. Dat is een rode draad in je leven, dat bepaalde dingen blijven hangen. Er waren 3 woorden. Tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid. Dat ding, die 3 woorden achtervolgen jou continu je hele leven. Dus ik neem het mee, ook in mijn lessen. Maar die tijdigheid van toen, voor een rapportage van je jaarrekening indienen, daar had je een maand voor. Moet je vandaag niet proberen. Want dat kan je laatste dag wel zijn in het bedrijf. Dus een paar seconden later moet je het hebben. De Financial Management Accounting geef ik. Bedrijfsadministratie, Exact Online en rapportage. Dat is die combinatie die ik heb. Het was eerst FISMA, want zo leerde ik Speedbook kennen. Maar Exact Online was iets uitgebreider voor het niveau van Bachelor of Science. Dus onze eerstejaars gebruiken Exact Online. Daarvoor is het niet dat je een journaalpost hebt en je flikkert hem in een systeem en je zegt, nou, ik ben klaar. Die tijd is ook voorbij. Die boekhouders bestaan niet meer. Je moet analytisch heel sterk zijn. Kortom, procesboekhouders geboren. Want als je een inkoopproces, een verkoopproces hebt, het is e-facturering, het komt maar binnen. Je keppelt het student daar moeite mee van, hey, wacht eens even. We kopen iets bij een leverancier en dan krijg ik toch een factuur. Ik zeg, dan moet je bij die brievenbus gaan wachten tot je 60ste, maar het gaat niks komen. Het zit in het systeem. Die is al gekoppeld. En soms heb je een voorafboeking nog voordat je factuur binnenkomt. Kortom, dan is het een matching. Dus zover zijn we. En dat komt alleen maar omdat wij, de HVA heeft die insteek een jaar of 5, 6 geleden ingevoerd. We zetten er volop om die bedrijven als familie te gebruiken. Bedrijven zijn onze vrienden. Die connectie bedrijven, docent, student is heel sterk. En het wordt alleen maar groter. Een goede zaak trouwens. Die boekhouder die. Ja, die is er niet meer. Het is IT-kennis. U hoorde mijn voorganger al, dus ik hoef dit stukje niet meer te vertellen. Dat hebt u ook al gezien, wat snelheid en behoefte betreft. Dan krijg je eisenrapportagetools. Snel, accuraat en niet te veel toeters en bellen. Dat heb ik net verteld voor bedrijven waar wij adviezen gaven over rapportages. En onze kracht is, we hebben voorlopig, er zijn veel meer, maar we hebben gewerkt met Business Objects, omdat ik bij mijn SAP-tijdperk
verantwoordelijk was voor rapportage met business warehousing. Later is business object erbij gekomen of overgenomen. Power BI gebruiken we en dat was nogal lastig. Totdat ik Speedbooks leerde kennen en andere concurrenten kunnen dat ook. Maar nu komt de kracht. We hebben Speedbooks ingezet en toen dacht ik ga naar een nieuwe tijd toe. Dankzij corona. Corona heeft ook voordelen. Ik heb het nooit gehad, gelukkig. Maar toen kwam ik erachter, als ik opnames maak van mijn lessen, en dat is blended learning, het is niet jouw les opnemen, dat is een drama, maar opnames, korte kwartier, 20 minuten, aan de studenten geef, zie dan wat er gebeurt. Nou, ik kreeg positieve reacties, dus al mijn lessen blijven die gang. En had ik het al lang had geweten, had ik het al lang ingezet. Ze kijken thuis, ze komen op school, stellen hun vragen en zijn aan het werk. Dus Speedbooks is ingezet, ik denk, nou ga ik het doen. Ik heb Miekes uitgenodigd. Hij heeft online een les gegeven. Ik heb het opgenomen. Ik weet niet of je het wist. Ik heb het opgenomen. Dus bij elke les zeg ik, luister naar hem. Ik heb niet veel te vertellen over Speedbooks. Als je niet uitkomt, hoor ik het wel. En mijn opname duurde een kwartier. Hoe kun jij, en dan stappen we over naar rechts. Je hebt van mij 8 stappen. En de 9e, want 9 is een bijzonder getal trouwens. Hè? Je kunt vermenigvuldigen met welk getal je wil. Als je het antwoord bij elkaar optelt, blijft de 9. Je mag doen wat je wil. Dus 9 is hoogste. Kortom, 9 stappen. En het laatste is jouw presentatielaag. Nou, dat is het. Staat ook in mijn videootje van 15 minuten. Ik wil nadat je die 3 maanden hebt ingevoerd in Exact Online, permanent wordt toegepast, wil ik dat je binnen een week je rapportage oplevert. Ze heten Speedbooks en meer zeg ik niet. Aju. Dus, en dan komen ze en wat doen ze? Ze moeten een aanbeveling geven. Ze mogen 3 keuzes maken uit de rapportages die beschikbaar zijn. Balansanalyse, liquiditeitsplanning. Sommigen zijn brutaal, gaan naar het Dupont-schema. Ik zeg ja, inventief gedrag wordt beloond, dus ga je strijd maar aan. Ik zeg, en kom ook met een advies wat jij niet in Speedbooks vindt. Hefboom effect. Nee, oké, begin het maar te schrijven. Lever het in, kun je geld verdienen. Dus we denken verder. En die tijdigheid, volledigheid, je ziet het allemaal terugkomen. Dus ik begon daar en daar ben ik, ook in de praktijk. Dat woord achtervolgt je. Wat is onze toekomst? We zijn er nu mee bezig. Ik sprak de CEO net, even informeel. De smartphone toepassingen en de duurzaamheidsprincipe wat nu heel populair aan het worden is, ook voor bedrijven, ethiek in de economie. Dat geven wij ook. Alleen we zijn zelf ook mee begonnen om te kijken, oké, hoe ver gaan we. Dat moet er ook in komen. Dus aan de studenten uitdaging, als jij dat weet, kom maar met een antwoord. Dus ze worden uitgedaagd. En mij zien ze weinig. Mijn studenten zien me weinig. Ja, af en toe online. En voor de rest doe je maar en je komt. Je kan consultancyuren of minuten. Via je smartphone, ze kunnen me bellen of appen. Mag ik die dag zoveel minuten van u? Ja, het is net bedrijfsleven, want ik kom uit het bedrijfsleven. Dus die mentaliteit hou ik. Dan eindig ik met mijn vrouw. Die is het belangrijkste in je leven natuurlijk. Mijn vrouw heeft toen een post-HBO gedaan. En toen ging ik mee om een diploma te krijgen. En toen zei die examinator die haar die diploma gaat. Mevrouw Asha Pandey, zal ik u wat vertellen? Wat u bijzonder maakt, is de eenvoud. Eenvoud siert u. Toen ik bezig was met Exact Online, kwam dat steeds naar boven. Voordat ik het op internet vond, eenvoudig, dacht ik, moet je eens kijken. Ik vroeg aan de studenten in mijn review, want ik review allemaal lessen met hun. Kun je mij vertellen wat nou sterk was, minder sterk enzovoort? Zegt ze, ja, die meneer met die Exact Online, ja, veel reclame. Maar die meneer van Speedbooks was to the point en het is een prachtig programma. Ik heb deeltijdstudenten ook. En die deeltijdstudenten, een paar hebben dat pakket ook gekocht. Dus zij nemen het mee in de praktijk. Waarom? Het is snel, het is accuraat en je beeld. Een kind kan de was doen, dat geldt voor Speedbooks. Dat was mijn verhaal. Dank u wel.